Hallo. Hoe is het? Ja, goed met jou? Ja, prima. Goed zo. Gezellig, hè? Jazeker. Ja. Ook binnen ons bestuur, verwarmingsinitiatief Geelbuurt, begon het te leven. We staan hier achter mij en dat is wel mijn team. We gaan en hebben hier echt alles op alles gezet om deze plek te realiseren. En dat maakt je voor mij, maar ik denk ook voor iedereen hier. Maar ik vind je ook echt een voorbeeld voor de stad. Een waardevol mens voor de samenleving. En dat is echt geen bestrijding. Dus jullie gaan en wij zijn erbij. Ja, zeker. Dat is wel best. Gewoon de hendel naar beneden. 1, 2, 3. Als jij dadelijk in Nederland mag komen, dan ga jij gewoon hier met al je vrienden hier een feestje bouwen. En dan weet ik zeker dat er een hele hoop vrijwilligers hier in de buurt zeggen van nou, wij zetten wel koffie. Is dat goed? En dan vraag ik Michiels weer of die het gebakje met het logo wat wij net hebben zitten opeten, of die dat voor je maakt. Oké. Okay. Dan ga ik nu een borrel drinken met al die mensen. Op de toekomst voor de kinderen in de wijk en op de toekomst dat er niemand meer kijkt van waar hij vandaan komt, maar dat iedereen gewoon kijkt naar de persoon wie die is. Marjan en Rian, die gaan allemaal een kaarsje aansteken voor jouw familie. Ja? Dank je so much. I mean, it's aandoenlijk. Aandoenlijk. Ja. Daar woonde een meisje uit een klas. Dat heette Loesjeka. Dat was mijn vriendinnetje. We zaten in dezelfde klas. Er liep een jongetje rond, dat heette Hansje. Maar Loesje en ik hadden het veel te druk met elkaar. Ik kon echt fijn spelen. En de moeder van Sonja, haar over de schutting in de arm van de imker. Dat een verschrikkelijk moeilijk besluit zijn geweest. En alles zo. Ja, ik ben heel ontroerd over het geheel. Ja, ik vind het een heel bijzonder project. Het was ook heel leuk dat. Ha ha ha!
laten.